En de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft gisteren een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. De vereniging wil dat de behandeling van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het decreet uitgifte domeingrond voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Volgens Joan van der Bos, dorpshoofd van Pikinpoika, die de petitie indiende, strookt de conceptwet grondconversie niet met de wet collectieve grondenrechten van de inheemse. Grondconversie is van grondhuur omzetten in eigendomsrecht. En er zijn zoveel concessionarissen voor kavelaars. Derden, dus niet-inheemse, die grote lappen gronden hebben binnen inheems grondgebied, met name de dorpen. En als al deze mensen, zeg maar, de concessionarissen dan hun landgoed krijgen in grondconversie, hoe verder met onze bestaansrecht, met de dorpen. Dus wij als inheemse volken, want onze wet collectieve grondrechten, die is nog niet goedgekeurd. En dat baart ons ernstig zorgen bij deze. Wat wij willen is dat onze wet collectieve grondrechten eerst wordt goedgekeurd, zodat wij als inheemse volken in Suriname onze bestaansrecht en onze rechtszekerheid dan gewaarborgd blijft hier in Suriname. Dus mevrouw Van der Bos, de FITS krijgt hierbij de volle ondersteuning van de organisatie samenwerkende inheemse dorpen Para en Wanica. En dat is de OSIP. Naar zeggen van OSIP-voorzitter Desloyd Reed kan dit onrecht niet door blijven gaan. Het lijkt er nu op dat de inheemse niet de eerste bewoners zijn van Suriname, maar de laatste aankomers, meent Reed. En behalve dat men op dit moment zelfs het klein gedeelte waarop we nu zitten, een lint, van ons wil afhalen. Waarop vraagt de regering vraagt problemen. En u mag weten, ik heb laatst een OZ-meeting gehouden. Dat zijn de dorpen van Para en Wanica en nu Komowene. Dat we nu bezig zijn om ons te roeren. We gaan niet meer accepteren dat meneer Sarju in Kabenda-dorp 700 hectare heeft gekocht ergens, waarop er nog huizen zijn. We gaan niet accepteren dat in Mata 200 hectare toen door, Somoharjo is geoccupeerd, zonder dat we het weten, pas toen er mensen op kwamen werken, bleek dat het op eenvolgende mensen het gekocht, verkocht en gekocht hebben. En wij hebben gezegd, geen enkele persoon zet zijn poten daar. En vanaf nu gaan we dat standpunt wel hanteren. Riet is van mening dat als de regering de inheemse wil uitmoorden of niet meer in Suriname wil hebben, ze mans genoeg moet zijn om het te zeggen. De organisaties gaan het niet accepteren dat er met de rechten van de inheemse wordt gesold. Dan zullen ze de stem van de inheemse wel horen. Aldus Riet.